Omdat er geen alternatieve routes zijn, leidt een klein ongeluk al snel tot lange files. Ja, hier staat het eigenlijk altijd vast. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een uur, denk ik. De ANWB denkt dat er slimme en relatief goedkope oplossingen zijn. Zoals een aftak van de A20 bij Gouda. Dan kun je daar vrij makkelijk een oplossing vinden als de A13 bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Den Haag geblokkeerd is. Maar ook de provinciale wegen kunnen beter. Ik kan natuurlijk wel over de sluipwegen gaan, maar ik denk dat bewoners van de kleine dorpjes daar niet op zitten te wachten. Volgens de ANWB hoeven de oplossingen niet duur te zijn. Zoals het opwaarderen van provinciale wegen, het afstemmen van stoplichten en de aanleg van extra park-and-ride plaatsen. We hebben een fantastisch Randstadrail hier liggen in dit gebied. En als je daar op een goede overstapplek instapt, dan ben je toch heel snel op de plaats van bestemming. De ANWB richt zich vooral op de verkiezingen van volgend jaar. Want dit najaar moeten de programma's worden vastgesteld en nu kunnen er nog keuzes worden gemaakt. Ja, hopelijk gaat er wat aan gebeuren, maar ik zou niet weten wat en ik zie het ook niet echt gebeuren in de toekomst.